Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een first impression video voor jullie, want ik ga in deze video de Magnetic Eyeliner Eyelashes Set uittesten van The Action. Ik heb deze een tijdje geleden gekocht en er was toch wel veel vraag naar of ik dit setje eens uit wilde proberen in een video. Dat gaan we gewoon doen. Ik ben normaal gesproken geen gebruiker van nepwimpers, dus ik vind het ook ergens wel heel spannend om dit te gaan proberen. Maar we gaan gewoon kijken of dat dit werkt. Dus mocht je benieuwd zijn of dat dit setje de moeite waard is, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, dit setje kostte €2,49 bij de Action. Ze hebben ze soms wel, soms niet. Dat is altijd het verschil bij de Action. De ene keer ligt het er wel en de andere keer ligt het er niet. Ik ben zelf dus normaal geen gebruiker van nepwimpers, omdat ik gewoon altijd heel bang ben dat die lijm mijn eigen wimpers meetrekt. Vind ik altijd best wel spannend. Dus daarom heb ik eigenlijk nog nooit nepwimpers gebruikt. Maar deze nepwimpers die werken dus met een magnetische eyeliner. We zullen allereerst eens even kijken wat er in het doosje zit. Oké. Je krijgt hier de magnetische eyeliner. Het is wel een dingetje, want als deze op is, die heeft Action niet. Misschien dat andere winkels het wel verkopen, maar dat is dus deze. Dan krijg je een tooltje om die nepwimpers mee aan te brengen. Ik ben zo bang dat dit niet gaat lukken, jongens. En dan heb je hier een doosje en daar zitten dus de wimpers in. Kijken hoe dat open gaat hoor, want dat is ook niet heel... Oh, zo. Er zit een spiegeltje in. Oké, daar vielen de nepwimpers. En dan zijn dit de wimpertjes. Ik vind ze er op zich nog best wel natuurlijk uitzien. Ik weet dat sommige mensen die wimpers dan ook bijknippen. Dat ga ik dus absoluut niet doen, want ik ben al geen bekende hiermee. Even kijken of er nog wat informatie op de achterkant staat die belangrijk is. Ja, er staat heel veel informatie, maar het is allemaal buitenlands. Het is... Oh, hier. Creëer een mooie ooglook zonder het gebruik van lijm. De wimpers zijn herbruikbaar en daarom duurzaam. Plaats de kunstwimpers op de wimperlijn en knip bij indien nodig. Breng de eyeliner aan zoals gewone eyeliner en laat circa 30 seconden drogen. Breng vervolgens de magnetische wimpers aan met behulp van de wimperapplicatie. Indruk goed aan voor een beter contact met de huid. Oké, nou. Laten we het gewoon maar eens gaan proberen. Ik heb wel wat mascara op, maar volgens mij moet dat niet heel erg uitmaken. Dus we gaan gewoon eens kijken wat het doet. Ik denk wel dat ik dit spiegeltje kan. Nou, het is niet echt een heel fijn spiegeltje. Ik denk even dat ik een ander spiegeltje pak, want er zit een heel raar laagje op. Dus ik ga even wat dingen pakken en dan gaan we gewoon eens kijken of dat dit werkt. Ik ben allereerst wel eventjes heel erg benieuwd hoe die eyeliner is qua kwastje. Oh, die heeft wel een heel fijn puntje zo te zien. Die ziet er zo uit. Dus nou, ik ga jullie maar even inzoomen. Dan gaan we dat maar gewoon eens eventjes aanbrengen. Dan gaan we maar eens even kijken of dat het wat is. Ik vind het wel heel spannend. Zo, jullie even wat ingezoomd. Ik heb inmiddels wel even een ander spiegeltje gepakt. Want dit leek me gewoon niet zo heel erg fantastisch, het spiegeltje wat erin zat. Dus ik ga nu gewoon de eyeliner aanbrengen. Dan moeten we dus 30 seconden wachten. Oh, het stinkt. Het ruikt niet lekker. Oké, ik ga hem aanbrengen. Ik weet ook echt niet of je veel moet aanbrengen of juist niet. Oké, die zit erop. Nou, dan moeten we even een half minuutje wachten. A few moments later. Ik heb de wimper in ieder geval nu op het toeltje zitten. Dus we gaan nu kijken of het makkelijk aanbrengt. Ik ben heel benieuwd. Oh, dat ging wel heel makkelijk. Hij zit er gewoon al op. Oké. Dat is nog niet helemaal zoals het wezen moet. Oké. Het ziet goed heel daar aan.
Om iets te kijken of ik iets naar voren kan. Je krijgt hem dus ook heel makkelijk af, zoals je kan zien. Ik heb hem nu alweer los. Kijken of ik hem een stukje naar voren kan plaatsen. Ik vind dit toeltje een beetje onhandig. Wacht even, ik ga het gewoon even met mijn vingers doen. Want... ik heb het idee dat hij niet helemaal mooi aansluit. Goh, ik dacht dat het heel makkelijk ging, maar het is toch iets lastiger. Vind je met mijn vingers toch iets makkelijker als met het toetsje? Waarschijnlijk doe ik het ook heel raar, maar dat komt dus echt omdat ik gewoon geen ervaring heb met nepwimpers. Hij zit er wel op. Je ziet wel gelijk dat je echt een stuk meer wimper krijgt, dat vind ik wel echt. Krijgt het ook wel echt heel makkelijk dus weer af. Maar het zit wel. Oh, ik krijg wel echt... ja, kijk, ik ben wel blij dat ik ze nu niet heb bijgeknipt, want ik vind het eigenlijk niet echt nodig. Maar als je dus gelijk was gaan knippen, ja, je kunt er niet meer aanplakken. Goh, het werkt wel, jongens. Maar ik moet er heel erg aan wennen, want het voelt heel gek aan, zeg maar. Maar... ja, hij zit er wel gelijk op. Nou, dan gaan we natuurlijk ook even de andere kant doen. Maar je ziet wel heel veel verschil, want hier zit hij erop en hier niet. Dat vind ik wel echt een heel groot verschil. Dus nou, laten we de andere kant dan ook maar even doen. Misschien easier dan verwacht. Dat had ik niet helemaal zien aankomen. Maar ik zag dat de eyeliner best wel makkelijk aanbrengt. Dus, oké. Alleen hij stinkt heel erg. Oké, dan moet ik hier even mee wachten. Dan kan ik ondertussen even die andere vastpakken. Ik denk dat ik hem eerst wel weer even op het toeltje doe. Met je handen werkt het op zich ook prima. Dus er zit een beetje een plaklaagje aan. En daar moet je even doorheen. Daar moet hij even van af. Want ik dacht eerst dat ik dat ook moest gebruiken. Maar dat moet dus niet. Even kijken waar ik mijn toeltje heb gelegd. Nou, hier. Ik moet nog wel heel even wachten, want het zit er natuurlijk nog geen half minuut op. Maar dit is wel makkelijk. Ik weet niet, ik ben met lijm ook gewoon bang zodat ik mijn eigen wimpers ermee trek. Deze zit er dan ook weer op. Nou, laten we het proberen. Of dat deze net zo makkelijk gaat. Volgens mij moet ik hem even andersom doen. Nee. Ik weet niet of ik wil met het toeltje. Oh, nee. Dat toeltje en ik zijn niet de allerbeste vrienden, maar dat geeft niet. Met je vingers gaat het ook prima. Oh. Het is wel even een gepriegel om goed recht te krijgen. Ja, hij moet wel even goed vastgedrukt worden. Maar, ik merk nu bij deze, moet ik er even aan wennen. Deze zit een beetje te ver mijn ogen in, heb ik het idee. Oh. Easy. Ik vind het mooi. Oh, ik vind het eigenlijk best wel mooi. Nooit gedacht dat het best wel mooi kon staan. Je hebt nu echt gewoon wimpers. En normaal gesproken heb ik niet echt wimpers. Ik vind het verschil gewoon best wel groot eigenlijk, wat je ziet. Je moet wel even goed kijken dat hij niet heel erg irriteert. Zit hij ook helemaal gelijk? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar deze voel ik nu al niet meer. Dus gewoon echt even afwachten. Alleen deze zit nog niet helemaal lekker. Maar... nou, ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. Ik had het niet zien aankomen. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik vind hem echt, echt wel heel erg leuk staan eigenlijk. Ik heb het idee dat deze nog niet helemaal lekker zit. Wacht even, ik ga hem even een keertje... oh ja. Dan moet je even aan wennen, want je moet ook niet je eigen wimpers meetrekken.
Misschien moet ik toch even deze een beetje pakken. Om net even wat meer aan te duwen. Oh, nou gaat het helemaal niet meer goed. Nou vliegt hij er helemaal af. Nou, hij zit goed volgens mij. Ja, hier nog niet helemaal. Maar... Nou, ze zitten erop. Ik zal even een beetje uitzoomen, kijken wat het dan is. Maar ik vind ze eigenlijk al best wel leuk. En het gewoon dat ik veel meer wimpers heb nu. Dus dat vind ik echt heel bijzonder. Ik vind het wel heel grappig eigenlijk. Het staat me eigenlijk best wel goed. Als ik heel eerlijk ben. Ik ben best wel enthousiast. Ik ga even nog een keer in het spiegeltje kijken. Het is even wennen, omdat je het nooit gebruikt. Dus je moet even wennen dat er in één keer wat op zit. Maar ik denk, als je dit vaker zou doen, dat dat echt wel wendt. Maar ik vind het echt heel leuk. Nou, ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik ben wel enthousiast eigenlijk. Nou, wat vind ik van de nepwimpers? Ik heb even mijn bril erbij opgezet en dan zie je ze eigenlijk ook nog best wel goed. Zonder bril zie je het uiteraard beter. Maar ja, als ik nu in de spiegel kijk, zie ik ze gewoon echt goed zitten. Het is echt gewoon alsof ik gewoon echt in één keer wimpers heb. En die heb ik normaal niet, want ook met mascara krijg ik dit resultaat niet heel fantastisch. Ik zal de bril even aflaten. Het is net even wat mooier. Ik ben eigenlijk wel heel enthousiast. Ik had het niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. En eigenlijk zo simpel zou werken. Het is natuurlijk even prutsen om ze er echt goed op te krijgen. Voor mij hoeven ze dus niet bijgeknipt te worden. Want mijn ogen die zijn eigenlijk ja, precies het formaat van de wimper. Ik vind ze ook niet heel overheersend of zo. Maar je ziet gewoon dat je wimpers hebt. Ik vind het wel echt super leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is niet dat ik dit dagelijks zou doen natuurlijk, maar gewoon als je gewoon voor een bepaalde gelegenheid vind ik het echt super leuk. Ik vind dit toeltje, het is fijn dat het erbij zit en het hoort er ook wel bij. Om ze er even goed op te leggen is het wel fijn. Maar ik vind met mijn vingers eigenlijk wel fijner. En dat kan bij deze ook makkelijk, omdat het gewoon met een eyeliner is. En ik kan me voorstellen als je met lijm werkt dat het niet zo handig is om het met je vingers te doen. Ik vind het eigenlijk heel makkelijk. Ja, ze droogt heel makkelijk af. Dat hebben we net ook kunnen zien. Dat ik hem er even af moest halen. Dat voel je verder ook niet. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus ik ben er eigenlijk gewoon heel erg enthousiast over. Dat had ik zelf niet verwacht. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie deze wimpers alles hebben gebruikt. En of dat je er misschien benieuwd naar bent geworden naar aanleiding van deze video. Nogmaals, ze hebben ze dus niet altijd bij de Action. De ene keer wel, de andere keer niet. Zou je ze graag willen hebben en heb je ze momenteel niet gezien, zou ik gewoon de schap in de gaten houden als ik jou was. Want ze zijn er toen een tijdje uit geweest en toen een tijdje niet. Toen een tijdje uit geweest en toen waren ze er gewoon weer wel. Maar voor die €2,49 vind ik het een hartstikke leuk setje. En ben je er zeker niet aan bekocht omdat het makkelijk werkt. Het is alleen jammer dat die eyeliner, dat je die niet kunt, opnieuw kunt kopen zeg maar, bij de Action. Maar ik vind het eigenlijk wel een super leuk setje. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!